Jullie hebben alweer een hele tijd stilgezeten en dat gaan we een beetje veranderen. Wat ze zeiden, tieners en jeugdigen die durven of die doen wel af en toe wel eens iets. En dat gaan we nu ook eens met elkaar doen. Jullie hebben, van als jullie binnenkwamen, op jullie stoel een blad gevonden. En dan mogen jullie erbij pakken, want aan de achterkant van dat blad zitten bolletjes. Ja, we dachten, laten we eens in het thema blijven van ons 75 jaar, ons nieuwe logo. Het bestaat uit kleurrijke bollen en we gaan daar iets mee doen. We gaan elkaar vanmiddag gaan taggen. En wat bedoel ik met taggen? Gewoon een bolletje op elkaar gaan plakken. Maar dat gaan we niet zomaar doen. We gaan dat op een specialere manier doen. Jullie krijgen telkens 60 seconden en ik geef jullie een opdracht per kleur om die uit te voeren. Bijvoorbeeld, het eerste is, plak het bolletje op iemand die dezelfde eerste letter van voornaam heeft als die van u. Dus, gaan we aan de slag. Dezelfde eerste letter van voornaam. De kleur is geel, sorry. Dat is een goeie. Ja, voor... De twee gele bolletjes mocht je opplakken. De twee gele, de rest nog even. Ondertussen zullen we... Doe de muziek maar even zachter. Het gaat iets sneller dan gepland, dus we gaan 30 seconden doen. De volgende... Ja, de volgende is het blauwe bolletje. En het blauwe bolletje mag je plakken bij iemand die niet in dezelfde provincie woont als jij. Ga maar op zoek. Het blauwe bolletje mag geplakt worden op iemand die niet in dezelfde provincie woont als jij. Ja, als dat gebeurd is... Mogen jullie het rode bolletje in de aanslag nemen en het rode bolletje plak je op iemand wiens schoenmaat groter is dan 43. Ja, en dan hebben jullie nog één bolletje over, dat is het groene bolletje. En ga maar eens op zoek waarvan iemand je denkt, dat is iemand die avontuurlijk is aangelegd en plak daar maar het groene bolletje op. Ja, krijg ik ook een bolletje? Ja, oké. Nu hebben we allemaal leuke bolletjes op ons geplakt. We zijn getagd. Maar nu ga ik het pas echt chaotisch maken vandaag. Straks gaat het filmpje te zien zijn van 60 seconden. En in die 60 seconden is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat de ander meer bolletjes heeft dan jezelf. Daar gaan we!
10, 9, 8, kom aan, 60 seconden en ga maar op het aanprakken, kom aan, hey! Ja, ja, het signaal is gegaan. We mogen allemaal gaan zitten. Gaan jullie plaats maar terug opzoeken. Oei, kom maar hier eens bij mij, Rutger. Kom maar hier. Rutger, kom maar hier, jong. Oei, oei, oei. Ja, ik denk dat de Rutger het meeste tijd van al nodig zal hebben. Want wat is nu de bedoeling? Wij gaan de bolletjes gaan tellen. Hoeveel bolletjes je hebt. Dus begin maar eens te tellen. Ja, Erik, je moet ook geteld worden, hè? Jong, jong, jong. Wat een opdracht. Jullie zijn allemaal klaar, zeker? 42, 43, 44... Weet ik niet, jong. Heb je het al geteld? 45, 46. Oh, jong, mijn broek nog. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jullie zijn allemaal geteld. We gaan eens beginnen, hè. 60. Wie heeft er meer dan of minder dan 10 bolletjes op zich? Oeh, dat is geweldig hier. 61, 63. Kunnen jullie even tellen hoeveel bolletjes er op mijn rug plakken of gaat dat niet? 3, ah ja, 64, 65. 60. Ja, ja. Wie heeft er tussen de 10 en de 20? Hela, dat is goed bezig. 58. Wie heeft er tussen de 20 en de 30? Dat zijn er nog enkelingen. Ik ben nu wel eens benieuwd hoeveel jij er hebt. Wie heeft er tussen de 30 en de 40? Dat zijn er nog een... Hola. Tussen de 40 en de 50? Hé, tussen de 40 en de 50? Is dat nog niet gekomen? Oei, oei. Tussen de 50 en de 60? Dat is de... Ja, ja, hier, amai, amai. Tussen de 60 en de 70? Nog iemand daar? Wow. Eén iemand, tussen de 60 en de 70. Tussen de 70 en de 80. Yay! Oei, dan wordt het spannend. ik ook. onder de 85. Onder de 85, ik ook. 83. Hoeveel heb je er? 71. Ja, ik zit op 82. Ja, merci allemaal om mij zoveel te beplakken met de leuke bolletjes van het EEV.